On the way. Voilà, ze zijn vertrokken, de laatste wedstrijd van de dag. 40 14-jarigen. Ze zijn er en ook weer een stevig doorgekomen. Aaron Doks, die heeft al direct een stevige topstart genomen. Hij heeft al een klein kloofje gemaakt op de tweede, Jordi Franken. Hoe duiken ze door het zand? Voorlopig kunnen ze nog fietsen, maar vanaf, ja, nu moeten ze allemaal. Start genomen en heeft al een klein kloofje gemaakt op de tweede, Jordi Franken. Duiken ze door het zand. Voorlopig kunnen ze nog fietsen, maar vanaf, ja, nu moeten ze allemaal eraf. Twee renners in elkaar gehaald. Een beetje drummen. Eerst zal het zijn. Kom aan, kom aan. Hup, zeven. Hup. Kom aan. Beter, beter. Kom aan, kom aan. Kom aan, kom aan. Kom aan, kom aan. Ondertussen zien we dat de eerste toren. Twente. Kom aan. 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 Springen over deze balk is geen probleem. Ja, dat stoempen, hè? Oké. Ja, dat stoempen, kom aan, afslappen. Kom aan, ja, nu. Goed, hè? Goed, hè? Ja, even zwemmen, kom aan. Ondertussen zijn dat de overkant. Je moet er niet door. Come on, 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 come
Jongens, een lichte voorsprong. Een hele sleet. Voilà, hier is Aaron Doksel. Die in de eerste ronde zit er al op. Hier wordt gestreden voor de tweede plaats, de derde plaats. Van der Heide Dario, Rune Jacobs. Janssens Brent met een lichte voorsprong op Seppelane. Van den Berg Toon, sorry. En Jordi Franken. Hier komt ook nog een heel peloton aan. We zien hier ook Chloe Greenwood passeren. Vermoedelijk het eerste meisje, tenzij dat ik er gemist heb. Maar direct gevolgd door Hanne Gevers. Aaron Doks gewoon verder op zijn elo. Daar staat geen rem op blijkbaar. Loopt door de greppel en zal zo dadelijk weer het bos in verdwijnen. En dan krijgen we hier de passage van voorsprong. Seppelane, van den Berg Toon, sorry. Moet Toon komen al mee, hè. En Jordi Franken. Kom aan, Jordi. Hier komt ook nog een heel peloton aan. Zien hier ook Chloe Greenwood passeren. Vermoedelijk het eerste meisje, tenzij dat ik er gemist heb. Maar direct gevolgd door Hanne Gevers. Kom aan. En ondertussen stroomt Aaron Doks gewoon verder op zijn elo. Daar staat geen rem op blijkbaar. De greppel en zal zo dadelijk weer het bos in verdwijnen. En dan krijgen we hier de passage van nog een meisje van de kerkhof Marie. Thank you.
17 då! Kom igen, man håller på oss! Kom det tre av här om, främste man, uppgaven! Voilà, hier is hij al. Aaron, nog drie ronden man. Het is op een blad kijken natuurlijk. Want hier zit snelheid op. Van der Heide Dario. Direct gevolgd door Reuni Jacobs. Niet ver, oei, accidentje in de bocht van Toon van den Berg. Niet erg snel op de fiets door. Janssens Brent ook nog diep bij de top 3. Komt hier een klein pelotonnetje aan. Dat afgesloten wordt door Jani Doest. Ook deze jongens zitten niet ver, nog 3 mannen. Nog 3 toeren. Van Robin de Klerk, van Pascal Wijns, van Thibaut Dorisson. Nog een drietal andere renners. Ondertussen moeten we ook een beetje uitkijken naar de eerste meisjes. Het eerste meisje, liever gezegd. Passage van Wietse Bodde. Maar Witse, nog 3 toeren voor jou. Ook Matthias Vermeulen is aan zijn laatste 3 toeren begonnen. Dan krijgen we hier een spannende strijd voor de dames ook, want die zitten ook nog bij elkaar. Chloe, direct gevolgd. Door onze AA-drinkster Febe. En die lossen elkaar niet. Hè. Ook de derde is niet ver weg. Anne Gevers, kom aan, Anne nog 3. En je zit niet ver, blijven strijden. Passage van Arthur. Thank you.
hier krijgen we ook nog de passage van de kerkhof. Ondertussen wordt er voor de tweede plaats toch aardig geknokt. Ja, dat is goed. Iedereen wil het filmen, joh. En zien wij afscheiding. Attractie. Dit wordt ook de film, hè. Kom op, hè. Nu Jacobs probeert terug aansluiten. Janssens Brent ook nog. Die top 3. Komt hier een klein pelotonnetje aan. Dat afgesloten wordt door Jani Doest. Ook deze jongens zitten niet ver, nog 3 mannen. Nog 3 toeren. Terug op dit. Hij probeert mee te pakken, hè. Passage van Robin de Klerk. Van Pascal Wijns. Van Thibaut Brisson. Meisjes. Het eerste meisje liever gezegd. Passage van Witse Bodde. Kom aan Witse, nog 3 toeren voor jou. Matthias Vermeulen is aan zijn laatste 3 toeren begonnen. Dan krijgen we hier weer een spannende strijd voor de dames ook, hè, want die zitten ook nog bij elkaar. Chloe, direct gevolgd door onze AA. Handengevers, je zit niet ver, blijven strijden. Formatie uit het bos. Positie 1, dat weten we ondertussen. Voor positie 2 blijft het vooral knokken tussen nummertje 11 en nummertje 20. Dus tussen Van der Heijden Dario en Rune Jacobs van het AA Drink jongerenteam. Passage van de kerkhof Marie in het gezelschap. Axel Nuijs. Voor de tweede plaats. Super, jongens. Dat ben je te wensen, hè? Zijn er via hier? Ja, geen draag er hier aan. Aan die tentjes. Kom aan, Loi! Kom aan, Thibaut! Kun je er naartoe? Kom aan! Kom aan, hè! Niels, er zijn nog 3 ronden, ik kan nog wat. Kom aan, Loi! Kom aan, weg! Kom aan, weg! Kom aan! Thank you.
positie 1. Dat ligt er ondertussen. Van het Adrien jongere team. We zien nu de, aan de overkant van het voetbalveld. Dus alles is nog mogelijk. Ook Brent zit niet ver. Ook voor hem is een tweede plaats nog steeds haalbaar. Ook deze jongens moeten er blijven in gaan. Goed lukken naar Brent. Massage van Niels Keulemans, die het gezelschap van een vijftal andere renners. Nicola passeerde ook de meet. Vier rondes. Ook nog twee, wat? Van Twan en van Pascal. Van Thibaut en Ruben. Van Jasper. Massage van Robin. En dan hebben we hier nog Milan. Nog twee rondes Milan. En dan kijken we nu toch al langzaam uit naar de lesjes. En die moeten we zo dadelijk aankomen. Passage van Thomas, twee rondes voor Thomas. Matthias passeert. En Witse, kom maar Witse. Twee rondes. Dat zijn ze van Jarne. En zo. En hier hebben we dan plots Febe. Dat is Febe los. Febe als eerste meisje. Ja, Chloe is het niet. Ondertussen komt Aaron daar al aangestormd aan de overkant. Ga nog eens op de trappersloper. Blijkbaar kan het nog sneller. Kom maar, daar viel niet achter kijken. Zo, hè. Nee, je moet vroeg. Kom maar, nog twee ronden, jongen. Kom maar. Allee, hè. Kom maar bij. Nu de, aan de overkant van het voetbalveld de strijd voor die tweede plaats. En zoals we net in het bos is het hier ook. Massage van Niels Keulemans, het gezelschap
Kom maar, Robbe, hoe ver zeg? Kom maar, Robbe. Dan kijken we nu toch al langzaam uit naar de meisjes. En die kunnen zo dadelijk aankomen. Passage van Thomas, weer een van Thomas. Krijgen we juist te horen, zijn de verhoudingen niet gewijzigd, dezelfde posities. Maria, kom voorbij. Simon, de bel. En hoe zit het voor de strijd van de tweede plaats? Van den Berg heeft duidelijk de aansluiting gemaakt. Mario rijdt nog steeds op kop van dat drietal. Hoewel dat er nu even een aanval wordt geplaatst. Strijd tussen Mario en Toon. Voorlopig blijven ze nek aan nek. Rune, een klein gaatje maar. Moet er blijven in geloven. Vechten voor plaats twee mannen. En hier is de rest al. Ook die zijn korter gekomen. Dus voor plek twee kan alles nog, hè. Ivo Thomas, Niels. Passeren nu ook al. Krijg kou, hè. Begin rare dingen te zeggen. Saartje van Jordi, laatste ronde. Jasper passeert ook de meet, ook de laatste ronde. Dan is het voor jullie om uitkijken naar de meisjes die het ook langzaamaan moeten. Alvaar daar vooraan. De ronde voor jullie ook. En zo. Zie. En hier hebben we onze Febe. Hij zal toch nog moeten blijven strijden. Want de tweede meisje is niet zo ver.
weg gaan voor je. Kom maar, hè. Hier is de tweede dame. Toch wel een afstandje. Heer. Kom op, meis. Kom op. Nee, echt niet. Vincent Aron. Groot applaus voor Aron. Winnaar van de 14-jarige. Ja. Dame, laatste ronde. Opgepast. Zoppen, mannen. En dan kijken we nu langzaamaan uit naar de strijd voor die tweede plaats. Dat is nog verder onder. Hele ronde. Aan de overkant. We passen daar met die dubbele rollen. Dit is een beetje harde strijd. Dus we moeten gas geven in het moeilijke rode stuk. Mario komt ook nog opzetten. Die slaat zelfs nog aan in de bocht. En die haalt het. Laatste bocht, geen valpartijen, optrekken. En hup. Ja. Het wordt Toon voor de tweede plaats en de tweede plaats. Proficiat, jongen. Tussen aankomst voor 2, trap gereden aan. Ook Brent is binnen. De aankomst van nummertje 22, Jani, trap gereden. Nummertje 33 komt ook binnen, Nicolas. Nummertje 18, Milan, Proficiat, trap gereden. De aankomst van nummertje 12, Jordi. Door 32, dat is Toon. Hier wordt nog met een drietal geboekend. Voor de volgende plaats, nummertje 13, 23 en 4. Zijn we Louis, die haalt het. Voor Pascal. Ja, niks is er echt. Van nummertje 40. Zo. Aankomst van nummer 2, gevolgd door nummer 1. Dus de Ruben en Thibau zijn binnen. Nummer 24, Jasper van Kalster en zo binnen. De wedstrijd voor de Marie van de Kerkhof. Weg dat aan de klagen. De aankomst van Milan. De aankomst van Robin de Klerk. Thomas. Nummer 35 is ook binnen. Dat is Janne Ridder. 30 Matthias Vermeulen. Ja, nog een kleine strijd. De golf van de rechter door, daar staat niet in. Ja, misschien. Door Enzo, knappe wedstrijd ook. Voor de eerste meisje. Hier hebben we aankomst van nummertje 8, Niels. En dan hebben we hier de winnares bij de dames. Voor het AA Drink Jongeren Team. Knappe wedstrijd, Veve. Proficiat. Applausje graag voor Veve. Ja, die mag weg. Ook aankomst van jou, jongen. Goed gereden. Goed bestreden, mooie wedstrijd. Gevers. Ja.
Proficiat ook. En op de eerste plaats, hier heeft duidelijk iets meer AA-batterijkers, onze TGV, Aaron Box. Lachen voor de foto's. Dan mogen jullie ook heel eventjes nog de handen geven. Eigen en proper leven aan het aandoen. Proficiat aan. Op de tweede plaats hebben we dan Chloe Greenwood. Dat is dat Chloe. Hoogste schavotje staat er eentje van het AA Drink Jongeren Team. Ze is nog maar pas bij het team, maar ze staat wel op het bovenste schavotje. Veve de Zwet, proficiat Veve. Dan zetten we hem met plezier de jongens er nog eens even bij. Dat is het al, hè. Hoe gaan we niet beginnen, hè, jongens? Zie je. Hoe gaat het nou, Leano? Voilà, nog één glimlach. Voor de warme douche.